Dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Lacey en ik ben vandaag met Hidde, Mirko en Joost. En zoals jullie kunnen zien, het is fucking scheid weer. En wat gaan we doen? Kijk naar de regen. Hidde gaat weer fietsen. Je gelooft het toch niet? Mirko die snapt zijn frame. Is helemaal kut. Echt helemaal fucking kut. Gaat niet meer droog worden vandaag. Dus je kan zien, nat. Zeik nat. Alles nat. We gaan, dat was het einde van deze video. Tot ziens. Het was een snelle vlog. Dat was heel snel, hè? Ja. En we zijn weer terug. Welkom. Maar we gaan ook weer gelijk weg. Doei. Hidde, achter in de wagen heb ik stickers voor jou. Weg met die regen, nu heel snel. Want we willen fietsen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We kunnen nog niet zoveel. Dus ik hoop dat die lucht daar ginds, die lucht moet hier boven SFA komen. We gaan snel een rondje om de baan, maar het begint al wel harder te regenen. Dus we gaan weer snel terug. Want we gaan maar even kijken hoe Hidde zijn sticker op zijn fiets gaat plakken. Altijd belangrijk, voordat je stickers gaat plakken, ontvet het oppervlakte waar je hem op wil gaan plakken, want anders plakt hij niet. Ja, een mooie kutdag heb jij zo, hè? Frame geschaard en dan staat hij hier. Ja, ben ik een mooi beetje. Jij hebt pas een goede paas, hoor. Of ben ik nou een hater? Nee, ik ben geen hater. Gewoon waarheid. Maar ik merk nu pas dat ik gewoon echt dikke copyright heb op deze hele fucking clip. Dus daar hebben we helemaal niks aan deze clip. Copyright. Uit. Nee, echt niet uit. Dus, we doen snel deze. Wat? Pannenkoeken plakken. Ik heb ook gewoon zwart. Pannenkoek. Nee, waar je moet plakken? Hier, jongen. Fuck die copyright shit. Oké, okay. Je moet wel goed aandrukken. Als je niet goed aandrukt, dan gaat hij niet goed plakken. Dames en heren, we hebben weer een Flowbro erbij. Het is Hidde Kaya. En bij zijn vader kun je motorrijlessen doen. En auto. En auto en vrachtwagen, ik weet niet wat allemaal. Nee, dat oh, nee. Je hebt een foutje erin. Rustig, jongen. Ja. Nee, zo is goed. Ja, Hidde kan dit, Hidde kan dit. Ik heb de hele auto vol stickers. Maar die gisteren had hij een foto gepost. Ik zeg, ik zie heel die BMW daar niet in die camo kleur. Gang, gang. Jawel, hij zit wel recht. Woe! Eindelijk heeft Joost dus ook een keer zijn fucking shit gepimpt. Duurde wel even, hè, Joost. Duurde even, moest een goed plekje vinden, maar... Hij staat erop, hij staat erop. Binnenkort heb ik voor jullie allemaal een vet nieuwe logo, jongen. Sneak preview? Nee, laten we dat... Hier! Yeah. Oh, jammer dat we dat weer gemist hebben. Nee, man. Oh! Het is droog! En we gaan even gauw kijken. Hé, hey, Hidde! Het is droog betekent niet dat je gelijk jas uit hoeft te doen en zo, hè? Jongen, ik ben heet van mezelf. Kijk, gisteren is dit weer even gedaan. Oh, smooth, ja, ja. Alles loopt smooth. Ja, nu moet nog even plasje wegwerken. We kunnen nou wel lekker glijden op de resi, check. Hebben we trouwens een ding, hè? Een vloerentrekker. Vloerentrekker? Nee, maar als we nou gewoon een drift eroverheen gooien, en dat hebben we hier, kunnen we glijden. Oh ja, gaan we doen. Gaan we een keer doen. Ja, laat me weten in de reacties of jullie dat willen zien. Dan noemen we Slippery Salmon. Juist. Dan moeten we wel vet veel van die rubberen matten hebben, weet je dat, Jaddy? Maar niet uit, ga ik regelen, gaan we regelen. Dus, we gaan even kijken waar we allemaal het water weg moeten halen. Want dat kunnen we niet hebben voor morgen natuurlijk. En dan checken jullie zo natuurlijk weer, als ik die camera pak. Ben morgen ook? Ja toch? Sowieso. Hele squad is in de building. Oh nee, in de park. Fuck sorry, waarom is het nou zo fucking nat vandaag? Ja, het Autolands gezegde, april doet wat hij wil en dat blijkt maar weer. Kut april. Daarom ben ik... Hidde is morgen jarig, dames en heren. Dus kom allemaal naar SVA Bikepark om Hidde 3 kusjes te geven voor zijn verjaardag. Voor die chicks daar moet allemaal komen. Tot morgen. Oké, sorry voor dat geblaas, maar ik liet dus mijn fucking camera in het zand pleuren. Er zit overal modder tussen. Ga even kijken bij je boys, want we waren net bezig met trillen. Mirko, hoe gaat ie? Lekker bezig. Goeie drinken. Hidde! Hij doet het weer! Lekker bezig, Joost. Yes. Uit, ga ik nog een beetje drinken en dan ga ik snel even Hidde helpen met trillen en dan gaan we snel de rems goed zetten met Joost. En dan gaan we volgens door naar de volgende.
Peace out, tot zo. Wow. Oh nee, de kleur is nog wel. Hij doet het nog wel normaal, chill. Hidde, ja. Probeer even die dingen eruit te halen dan. Wat? Die balken. Deze. Kan jij? Ja, nee, wel eruit trekken, hè. Hoe dan? Met je handen gewoon. Dat lukt nog. Jawel. Kom op, sterkste man van Doetinchem. Daar gaan we. Nee, dat wordt hem niet. Nu zit een fucking vast, jongen. Geen zin in de fucking vast. Oké, lekker Joost, lekker Joost. Gaan we zo even die ramp goed zetten. En dan, ja, voor de rest, ik weet niet wat ik nog meer... 2 meter naar achteren. Ja. Even goed zetten. Ik weet niet wat ik nog meer ga filmen vandaag. Jij dan? We zien het wel. We zien het wel. Hé, jongens, die zon. Soort van. Fucking chill. It's a beautiful day, sun is shining. Hey. La 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 la. Ik zei naast de sterkste man van Doetinchem is die ook de volkszanger nummer 1 van Doetinchem. En de dorpsgek. Ik weet niet, Mirko loopt hier ook nog ergens rond op het park. Ja, maar die zijn we al een heel tijdje kwijt. Ja, maar we checken zo meteen bij hem hoe het gaat. Nee, ik weet wel wat hij aan het doen is. Hij is gas aan het wegsteken voor ons al. Dus dan kunnen wij zo als we daar komen in één keer volgens verder. Nice. 1, 2, 3. Dames en heren, de sun is shining. En dat hebben we nodig in april. Want wij willen fietsen. Ondanks dat ik pijn heb, Peppy en Corky, ik weet niet waar ik naartoe ga. Hier is Daantje. Hé, hey, maar kijk dat hout snel drogen. Kijk dat vergeleken met dat. Hier, wat ben je nou allemaal aan het doen? Alles aan het bekijken? Freerunning verluid. Freerunning, nee, je moet je fietsen, jongen. Fietsrunning. Oké, okay, maar ik ga even snel weer de handen uit de mouwen steken, want als ik de hele tijd met die camera aan mijn handen sta, dan gebeurt er natuurlijk niet veel. Dus, maar weer tot zo. Wacht even. Ja, is open. Lekker bezig, joh. Oh, nou weet ik ook waarom die fucking ramp zo fucking zwaar is. Ja, vind je het gek? Nou, anders komt dat ding ook helemaal los voor. Zoveel geweld kom je naar beneden. Hidde, nou weet ik waarom dat ding zo zwaar is. Dan. Ja, er liggen 6 betonblokken op. Fuck jongen, en mij maar laten trekken aan die dingen. Dames en heren, Mirko is inmiddels ook weer in de building. What's up Mirko? Ja. Oh, daar zit hij. En mijn batterij is bijna leeg. Dus wij gaan weer snel wat doen. En ik check jullie morgen bij de opening. Want veel meer heb ik niet te vertellen. Peace out, my niggas.